Maf. Ik ben geen tokkie met dit petje. Ik heb mijn best gedaan dit weekend. Hey, ik heb gehoord dat jij steeds beter wordt in het spel. Ik word steeds beter in het spel, want ik heb namelijk nu Elite 1 gehaald. Elite 1. Dus nu hebben die stijgen. Heb je wel eens Elite 2 gehaald? Nee. Gewoon 3 naar 1 gehaald. Ja, maar ik ben echt goed. Ja, maar dan stop je natuurlijk bij helemaal 3, zelf. 21 of zo, stop jij. Daarom, helemaal zelf gehaald. We gaan ook de Elite Packs openen. Eerst hebben we gegarandeerde. Hoeveel geld ben je al kwijt en al dat laten spelen van andere mensen? Nou, 75 euro per keer. Eén hebben dat niet gehaald. Die schouw is echt kapot. Ja, terecht. Laten we eerst deze doen. Dit is een slecht packje om even om in te gaan. Ja, dat is goed. Je zal denken, waarom zijn jullie schoor? Nou, we hebben net toch helemaal weer de types in gedaan voor bankzitters hier. Bankzitters, wij stoppen nooit. Jezus, ik kom dinsdag online. Wel leuk, hè? Ja, ik hoop het. Ik hoop het ook. Ik hoop dat het zo snel online komt vooral. Ja, dat moet wel lukken. In ieder geval, hier komt het de Latam. Ik wil Argentijn. Ja, die is goed. Of die Opara. Echt oh, ja. Legend. Oh ja. Oh, Gignac. Ja. Louter mooie doelpunten. Mbappé. Wauw. SBC materiaal voor. Welke SBC? Maar op zich 93 is wel echt. Ja, is goed. Hey, weet je wie een SBC heeft? Dit zag ik net. Tering mooi. Een meme. Ja. Nou ja, voor ons. Jos Maya. Ja. En hey, Jos Maya. Een kaart, hij stond wel op het begin. Een kaart, moet je zien. Uit de fuck, hoe kan dit? Deze skills, deze weak food. Zullen we naar daar gekeken hebben? Jos Maya, big meme. Oké, ben je klaar voor het gegarandeerde league season so far? Ja. Ik denk... Voor mij is dit het allervetste pakketje wat ik heb. Voor jou is het gewoon, yeah. Ja, ik klik het gewoon aan. Ik klik het gewoon aan, weet je. Ik denk... Ja, ik weet niet, maar het is sowieso goed. Kom op, geef me alsjeblieft. Ik denk Brazilië. Ja, ik heb sowieso één keer Brazilië als vandaag. Di Maria! Di Maria! Yes! Die is goed, joh. Ja! Die ga je gebruiken met z'n Risa Wiefus 2. Oh, wat een kaart! What the fuck! Holy shit! Jij hebt nu al geluk, hè? What the fuck! Die is goed! Ja, die is goed. Zo, wat een kaart! Kijk die stats. Ga je dit gebruiken? Nou ja, ik niet, maar misschien degene met wie ik het speelde wel. Wat een kaart! Ja, dat is een goed kaartje. Nou, is dit... Hoeveel is hij waard? Echt 300k maar zeker? Nee, joh. Dat was een Wiefus. Oh, echt weinig. Ja. 400k. Doe maar al had hij 5 star Wiefus, was hij 2 mil waard. Ja. Wat een kaart, jongen. Deze is een super sub, sowieso. Zo. Als dit een begin is voor wat gaat komen, dan zou het goed zijn. Doe gewoon heel eerlijk, ben je eerlijk. Ga je ook nog de Rivals eerst doen ofzo? Ja, tuurlijk. Eerlijk, de Division Rivals. Die zit je nu, nog steeds die hele laag. 5. Oh nee, huh? Hey, ik ben... Hey, je bent gepromoveerd. Ja, misschien omdat ik Elite 1 heb gehad, ben ik een rang hoger. Rang 2 ofzo. Dat heeft geen invloed op elkaar. Dan wil je geen rang 2. Je krijgt niet meer punten. Nou, heb ik een paar, weet ik veel. Minder mensen hebben gespeeld. Oh ja. Weet ik veel, jongen. We hebben 2 meegepakt en 52k. Ja, dat is leuk. Gewoon goed, hè. Gaan we gelijk een tiende seasontje krijgen. Geen borden. Maar ik zal het even laten zien. Pack komen, ja. Mensen, zijn geabonneerd op mijn kanaal. Oké. Oh! Oh! Deze pakketten zijn wel de moeite waard. Oh, Walker! Portugees! Frans! Oh, zet hem in! Oh, Griezmann! Het is ook, oh, Ben. Ja, Griezmann is ook echt 20k waard nu, dus het boeit echt geen reet. In het begin pack bij Griezmann was gewoon dus 300k echt kaasje. Jij zegt Portugal. Weet je wel Ronaldo waard? Ja, 300k. 300k, ja, dat is helemaal niks. Nee, het is echt niks. Maar de kans in je pack is nog steeds. Was gewoon boef, man. Hatsa! Dit is dus echt nog nooit wat geweest. Als we nou een keer uit zouden leggen wat dat betekent. Nee, dat betekent glitch. Oké. Dankjewel. Discard hier een leak, een glimmende speler, die lul. Die is een 3k waard. Maar ik weet een tradable, maar als je nou omwisselt. Ja, die andere is ook een tradable. Ik heb die allemaal ingewisseld. Ze kreeg dan in die packjes en ook een tradable. Ja, dat is heb je al ingeleverd? Ja, heb ik al gedaan. Heb je al playpicks gedaan? Ja, heb ik al gedaan. En? Ik had er 1 of 2. Maar slecht. Ja, dus vandaag. Vandaag is de tijd voor. Jezus, crimineel. Maar hier doe ik het ook niet voor. Nee, hier doen we het niet voor. Ik doe het voor die elite packs. Dit was gewoon een soort van het beste in het begin. En nu zit het al op het einde. Wat zeg je nou? Niks. Daar komen ze dan. Oh! Zeg, heeft helemaal geen elite 1. Ik heb helemaal niet gecheckt. Nee, heb je niet gecheckt? Nee. Het is gewoon goud 1, hè? Ik heb het goud 1, hè? Ja, goud 1, ja. Oké, hij telt er niet in. 125! 200 kapers ook nog? Ja, dit is echt niet normaal. Elite 1 is echt koud nog goed, hè? Ja, Elite 1 is het enige onder top 100, hè? Ja, maar ik dacht dat je alleen 2 125k, hè? Ja, maar ik dacht dat je alleen 2 van die premium packs hebt. Met 125k kun je gewoon... Bij een Ronaldo halen. Maar eerst deze, Ben Yedder. Ik wil Ben Yedder. Kom op! Oh. Oh, die keepers en Savanier. Dit is, jij zegt nog, krijg een zo'n pack met Mandanda, Rijkovic en Savanier. Ja. Precies dit. Savanier. Kies bij ons Savanier. Ik wil even die Ben Yedder. Wie wil je? Ben Yedder, Mbappé. Ja, je was toch anti-Ben Yedder? Vind je zo'n vervelend pisventje? Ja, zeker, maar hij is wel goed. Oké, okay, kom lessen. Ja, laat. Ja, hij legt. Hij is een walker. Mbappé, Neymar, allebei laden. Oh. Wel Marquinhos. Hey, ik zou die rechter pakken. Wat? Ja, die heeft leuke stats. Oké, okay, we pakken de rechter, want die heeft... Leuke stats. Maar hier heb ik echt nog nooit wat goed uit gekregen. Nee, ik krijg ze ook hoor. Nee, nee, niet. Kom op. Dit is nog niet te doen. Oeh, Aouar. Aouar is wel goed. Die is goed, man. Ja, Aouar is prima. Het is wel maar 200 of 300 graus. So. Hij kan niet verdedigen namelijk. Maar wel een leuk kaartje. Ik kan wel leuk met spelen. Ja, leuk spelen. Nou, hij is wel slecht. Ja, qua rating is goed, maar ook maar hier doen we het niet voor. Hier doen we het niet voor. Wat doen we namelijk voor? 100k packs. Eerst, we doen eerst die 100k packs. Even die 100k packs er doorheen, Jansen. Oh, hij lekt. We hebben even dat hij on the season, hoor.
Oh, Diego Costa, dit is heel slecht. Maar nu even kijken naar die League 1 spelers. Ja, even kijken naar die League 1 spelers. Nou, ik zie er geen één. Gek geworden. Kom op dan. Gewoon een leuke, kleine, sappige team of the season uit een slechte league of zo. Dat vind ik helemaal niet erg. Ja, nee. Oh, mijn god. Nou, één voordeel, we gaan zeker nog 16 of 10 spelers zien. Ja, dat scheelt. Maar dit is niks. Ik hoog op één goede, dat zou zo fijn zijn. Dit is echt helemaal niks. Ik ga even de spelers erbij pakken. Dan kun je een soort van de voorpret genieten. Okay. Die vind ik altijd leuk bij de soort packs. Ja, ik heb er namelijk nog nooit tegen gehad, dus dat scheelt. Maar ik heb ook nog nooit iemand anders een weekend laten spelen. Ik vind het zwak. Hey, ga je nou zo'n Carlos toe? Jij speelt toch zelf? Ja, dat is waar. Ja. Alleen Rob doet dat toch? Ja, dat is waar. Je hebt gelijk. De slechtste drie zouden zijn André, Rajkovic en Abdelhamid. Dan heb je drie spelers van zo'n 25k. Oké, als ik het Marokkaanse vlag krijg, ben ik echt dan ben je vrij hard. Dan ben je echt tyfus hard genaaid. Ook al krijg je een Franse vlag, dan zijn er heel veel kansen op genaaid. Maar ook op top. Oké, okay, ben je ready? Ja, ik ben ready voor deze. Okay, let's go, daar gaan we dan. Ik zeg dat je één keer Brazilië krijgt. Oh, dat zou wel mooi zijn. Aangezien dan Neymar, Pep. Credible Neymar. Dat zou dan fantastisch zijn. Kom op, ik verdien het zo. Ik verdien het zeker. Ja, groot, grote flair. Ja, maar stop! Nee! Nee! Na slechtste. Nee, de 3 na slechtste. Dit is bijna de slechtste optie, want ik heb hier niet gekeken. Je hebt alleen Rijkoppies niet. Gelukkig heb je er 2, anders was dit het, hè? Ja. Dit is de 100k. Dit is, geen, dit is nog geen 100k. Nee. 35? Nee, dit is geen 100k. Oh. Heel erg slecht. Ah, dit is echt slecht. Ik vind het eigenlijk bijna zo zielig. Ja, dat vind ik ook. Oké, kom op. De allerlaatste. Wil jij hem indrukken alsjeblieft? Ik druk er wel in. Ik maar, denk nog steeds Algerije, maar nu rest buiten. Nee, ik zei Brazilië. Brazilië of Frankrijk. Gun het. Niet weer Algerije. Osimhen. Die is volgens mij 200k, hè? Die is wel 93 trouwens. Die is niet super slecht. Ja, daaronder kan niks goed zitten, hè? 92, set your mind free. Echt? Ja, dat gaat nooit gebeuren, toch? Osimhen is wel goed. Zal ik even kijken hoeveel Osimhen waard is voor hem doorklikken? Nee. Ik heb al doorgeklikt nou. Oké. Kom op. Zet je mind free. Oh, wat zijn die andere twee? Jezus! Ja, dat is helemaal elkaar. Dat is lekker. Goed, ja, nou, niet deze packs waren niet heel goed. Ze hebben dat op een gegarandeerde League 1 pack was de beste. Het, een tweede bal. Ik ga er wel even een potje mee doen. Dankjewel, man. Nou, oké dan. Hartstikke idee. Je hebt nog staan. Ja, ik heb punten nog. Hartstikke idee, daar komt hij al. Oh, walk out. Wat is dit nou, joh? Suarez! Suarez! Natuurlijk. Natuurlijk niet. Misschien was hij nog team of the season of zo. Ja, je weet het niet. Ja. Nee. Oh, wat een walkout. Keeper. Iniesta. Solaris. Dit is helemaal pauper niks. Dit is helemaal pauper niks. Het was op zich oké wat je had, maar niet super goed. Wat? Dus met een reward? Ja. Reward was echt slecht. Ja. Godsamme. Oké, doei. Dames en heren, jongens en meisjes. Jawel. Ik heb Mattie er even uit gebonjourd. En daarom gaan we even spelen met dit heerlijke teampie. Ik heb dus Di Maria nu ingezet. Ik vind hem echt ziek goed. Hij is maar 300k. Maar kijk even die stats. Alleen enig is 3-star skills. Maar kom op, hoe erg is dat nou? Nou, 3-star weak food wil ik, sorry. 3-star weak food. Voordat we beginnen wil ik nog even snel benoemen. Want ik krijg hier best wel veel vragen over de laatste tijd. Op welke monitor ik nou speel. Welke monitor van MSI precies is. Want MSI heeft mijn monitor gestuurd. Waar ik nog steeds elke dag op game. Ik speel op de Optix Mach 27 series. En dan de curved screen. Ik heb dus een curved screen. Nou, en ik zweer het je. Zit ik hier op game. Ik ben echt fantastisch. En dat ga ik jullie nu laten zien. Want ik ga hier een potje FIFA spelen. Ik ben echt heel goed. Maar dat is de monitor waar ik op speel, mensen. Dat is. Hoe het in elkaar zit. Ik wil dus nog steeds met Tagliafico en met Promes. Nog steeds niet echt mijn keuze, maar ja. Ik heb er wel Elite mee gehaald, zelf. Deze gast heeft 10 miljoen Messi. Oké. Maar ja, hey, ik haal Elite 1, dan zou ik ook van deze gast moeten kunnen winnen. Oké, let's do this. Dit is goed, Di Maria. Dit is goed afgepakt. Ga er maar naar binnen. Oh, what the fuck? Ik werd een soort van weggeteleporteerd. Hele goede actie had daar. Aardig actietje. Ja. Oh, ik ben niet aan het opletten. En dan komt Cruijff. En dan doet hij dit. Wel ja. Di Maria! Dit moet er toch in, jongen. Dit moet een easy finesse shot zijn. Goed, Di Maria. Prima gedaan. Prima op Matheus. Doe maar, Matheus! Oh, onder het lat! Wat een schot! Ik dacht, probeer het maar een keertje. Nou, dat was geen verkeerde gedachte. Maar wel, dat ging er niet in. Dat is gewoon een kut gedachte natuurlijk. Mensen, zou ik je wat leuk vertellen? Overmorgen komt er een video online. In die video pack een icon. Net is weer zover. Jawel. Ik heb expres niet gebruikt in deze video, omdat hij zo ongelooflijk goed is. Dat ik denk van, nou, daar wil ik jullie eerst de pack laten zien. Het is niet in een icon pack. Dat kan ik jullie alvast vertellen. Ja, Di Maria moet zijn. Di Maria goal. Dat komt dus. Hoppakeetje, 1-0. Ineens een gat in de verdediging. En dan springt hij zonder enkel probleem in. Ons Angel, ons Di Maria. Hij speelt echt wel lekker, moet ik zeggen. Je ziet mensen, zelfs tegen zo'n team is voor mij geen enkel probleem. We spelen hem helemaal van het kastje aan de muur. Nou, die gaat zeker de 1-1 scoren nu. Daar komt hij. En het is 1-1. Fantastisch. Ik word denk ik in mijn volgende leven toekomstvoorspeller. Di Maria. Oh, ik dacht ik dribbel zo doorheen.
Leggy, boom, goal. Natuurlijk, Richarlison. Lekker, 2-1. Zoals het hoort, we staan weer lekker voor. Richarlison ook echt wel goed, hè. Ik ben echt wel blij dat ik hier een playerpick heb gehad. Ik zei in de video vandaag, ik heb nog nooit wat goeds geplayerpick. Maar die Richarlison is wel vrij goed. Lekker, Matheus, team speelt goed. Zijn fit. Die Maria, boom. Lekker, 3-1, hoppakee. Wat een lekker doelpunt, zeg. Heerlijk op de volle, ja, ja, ja. Gaat hij rustig lieven. Het is einde verhaal, de groeten. Nee, hij lief niet, dat is altijd jammer. Nou, 4-1, hoppakee, geen buitenspel. Staat die dikke Di Maria met zijn grote neus buitenspel. Op zich lijkt zijn neus wel een beetje op mijn neus. Ook groot. Dit is niet goed, dit is een goal. Kijk, staat gewoon 3-2, hè. En ik heb weer lopen kutten, joh. Ik heb toch weer ongelooflijk lopen violen. En nu wordt het nog spannend ook, het is ongelooflijk. Het is altijd hetzelfde liedje. Dank u. Easy win. Di Maria is een topper, mensen. Ik ben blij met hem. Ik wil jullie bedanken voor het kijken naar deze video. Vond je deze video leuk, doe dan zeker een duimpje omhoog. Vond je deze video nou niet leuk, doe dan ook een duimpje omhoog. En dan zie ik jullie weer bij de volgende video. Zondag. Ik pack een icon. Ik heb er zin in. De groeten. Holy shit, echt mijn oren doen nog pijn. En mijn tuin was of beat een beetje vals in het refrein. Maar zo is het. Deze heb ik via Insta binnen, dankjewel. Heb je nou een leuke mop, stuur hem naar Insta Koen. Er staan twee herten staan in het bos. Eén hert heeft een zonnebril. En zegt de ene hert tegen de andere hert: waarom heb jij nou die zonnebril op? Zegt de ene hert: omdat ik een ree ben. Oh, wat slecht.